Wij vinden het grote voordeel dat de investering in Hero Balancer relatief laag is, waardoor de terugverdientijd veel interessanter is dan bijvoorbeeld zonnepanelen. De wet Milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen. Het verbeteren van het regelsysteem van uw verwarmingsinstallatie is een van die maatregelen. Hero Balancer is slimme software die dit voor u doet. Hero stemt warmteaanbod scherp op warmtevraag af. De software berekent de warmtevraag door de weersvoorspelling, uw gebruikspatroon en de opwarmkarakteristiek van uw gebouw te analyseren met een algoritme. Het resultaat? 10 tot 40% energie- en kostenbesparing. En doordat het gasverbruik daalt, daalt de CO2-uitstoot met een gelijk percentage. Zo verkleint u uw CO2-footprint tot 40%. Bewust omgaan met energie is niet alleen goed voor het milieu, maar je bespaart er ook geld mee. We zijn vandaag bij Peugeot, waar Jan Hielkema mij vertelt hoe zij bij Hero terecht zijn gekomen. Jan, wat leuk om hier vandaag te zijn. Vertel eens wat over jezelf. Ja, mijn naam is Jan Hielkema. Ik voer de directie samen met mijn broer over onze Peugeot-bedrijven. Die zijn gevestigd in Noord-Nederland, Friesland en de Noordoostpolder. Wat doen jullie aan verduurzaming? Wij doen aan verduurzaming bijvoorbeeld het recyclen van banden. Daar worden weer rubberkorrels van gemaakt, waar weer vloerplaten van speeltoestellen voor worden gemaakt. We scheiden sinds kort ook het plastic. En we doen met het merk Peugeot ook heel veel aan CO2-verlaging door nieuwe motoren. Dan past Hero wel een beetje in jullie plan natuurlijk. Ja, daarom hebben we ook gekozen voor Hero. Hero past precies in de lijn met hoe wij ook denken met Peugeot. Investeer niet meteen in de allernieuwste techniek, maar kijk wat je kunt verduurzamen in de huidige techniek. Hetzelfde is bij onze motoren in Peugeot. Halen wij op dit moment rond de 25% besparing aan CO2 en brandstof uit de bestaande techniek. En dat is ook hetgene wat Hero Balancer doet. Hoe zijn jullie bij Hero Balancer terechtgekomen? Wij zijn bij Hero Balancer terechtgekomen omdat we op internet zagen dat ze de energieprijs van 2018 hadden gewonnen. Wij moeten straks als grootverbruiker moeten wij aan kunnen tonen volgens de wet Milieubeheer wat wij doen aan energiebesparing. En toen zijn we verder in gaan zoomen op Hero Balancer. En wat verwachten jullie van Hero Balancer? Wij verwachten van Hero Balancer een besparing van tussen de 10 en de 20% besparing op het gas. Door de intelligente apparatuur van Hero Balancer. En daardoor ook een lagere CO2-uitstoot. Ben jij benieuwd hoeveel CO2 en geld jij kan besparen met Hero Balancer? Of wil je gewoon een beter binnenklimaat in jouw panden? Ga dan naar www.herobalancer.nl en neem contact met ons op.